De pro-Turkse manifestatie op het Malieveld in Den Haag is zonder problemen verlopen. Een groep actievoerders wilde aan het eind van de demonstratie naar het centrum trekken, maar werd tegengehouden door de ME. Er waren in totaal zo'n 500 Turken. Zo'n 200 ME'ers waren aanwezig vanwege de spanningen tussen Turken en Koerden. Het Korps Landelijke Politiediensten verwacht het dossier rond de snelwegschutter komende maand af te ronden. Bij verschillende auto's op onder meer de A20, A13 en A4 brak in augustus en september al rijdend de zij- of achterruit. Uit het onderzoek moet blijken of de ruiten zijn gebroken door kogels of door steenslag. In het centrum van Den Haag is zondag de vijfde dansparade van het festival Holland Dance gehouden. Bij de dansparade toonden verschillende dans- en balletscholen wat ze in hun mars hebben. In totaal deden zo'n 1000 dansers mee aan de optocht, die van start ging op het Lange Voorhout en eindigde met een finale op het Spuitplein. Tientallen meisjes hebben zondagmorgen meegedaan aan een van de eerste trainingen van een nieuwe voetbalschool speciaal voor meisjes. Dat gebeurde bij voetbalclub Duno in Den Haag. Meisjes tussen de 6 en 12 worden gecoacht door de Engelse Amanda Brattle, die in Engeland op het hoogste niveau voetbalde.